Ze zitten al van begin af aan in Amsterdam en het is voor veel Surinamers een begrip. Vereniging Ons Suriname, opgericht in 1919, bestaat vandaag precies 90 jaar. De vereniging werd speciaal opgezet om de sociale contacten tussen Surinamers te bevorderen. En dat dat gelukt is, bleek wel uit het feestje dat vandaag werd gehouden in het verenigingsgebouw aan de Zeeburgerdijk. De vereniging Ons Suriname werd 90 jaar geleden in Amsterdam opgericht om hulp te bieden aan Surinamers die hier voor het eerst kwamen wonen. Daarnaast zette de vereniging zich in voor de Surinaamse onafhankelijkheid en daar zijn ze nog steeds trots op. Hele mijlpaal voor alle Surinamers in Nederland. Voor mij is het een grote eer dat een Surinaams ding zo lang kan bestaan. Dus het is voor mij een heel grote eer dat ik ook erbij mag zijn. En wat heeft het voor u persoonlijk gedaan, deze vereniging? Nou, heel wat. Want het gevoel dat het van ons is. Midden in Amsterdam, dat stukje Suriname op een hele mooie, motiverende, inspirerende manier. En wie denkt dat de vereniging nu niet meer nodig is, omdat Surinamers nu eenmaal goed geïntegreerd zijn, die heeft het mis. Wel of niet geïntegreerd zijn, heeft niets mee te maken of je dan toch een plek hebt waar je samen kunt komen. De Nederlandse mensen hebben hun clubje en wij Surinaamse mensen hebben ook onze clubje. Want dan kan je je tori praten hoe je wil, hè, in het Suriname. Maar kijk, als Nederlanders erbij zijn, dan moet je gaan zwitsen. Vanavond viert de vereniging met een groot feest het 90-jarig bestaan. Met bekende Surinamers en uiteraard veel muziek.